Goedendag, mijn naam is Michael Remmerman. Ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC en namens Recipe Farmacotherapie bieden wij u de college reeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. Dit deel, deel 8, gaat het over diabetes mellitus type 2. In dit overzicht ziet u waar dit deel, namelijk deel 8, zich verhoudt tot andere onderdelen in deze reeks. We eerst eens gaan kijken naar wat diabetes mellitus precies inhoudt. Hier zien we namelijk drie voorbeelden waar je goed kunt zien wat diabetes precies inhoudt. Bij een gezonde patiënt maakt het pancreas insuline. En insuline zal zich vastgrijpen op de insulinereceptor op verschillende cellen, waardoor glucose de cel in getransporteerd kan worden. Bij type 1 diabetes, waar we het vandaag niet over gaan hebben, maakt het pancreas door een kapotte beta-cellen, geen insuline meer, waardoor glucose niet meer de cel ingetransporteerd kan worden. Bij diabetes type 2, waar we het vandaag uitvoerig over gaan hebben, werkt het pancreas nog wel, maakt het soms zelfs meer insuline dan bij een gezonde patiënt, maar zijn de cellen niet voldoende reagerend op insuline. Ze zijn eigenlijk, dus de insuline zijn ze eigenlijk ongevoelig voor geworden. Als we eerst eens gaan kijken hoe we de diagnose vaststellen, dan kunnen we dat op verschillende manieren doen. We kunnen eerst kijken naar bijvoorbeeld als iemand twee nuchtere waarden heeft die hoger zijn dan 7 millimol per liter, twee verschillende dagen. Of we kunnen de diagnose stellen indien iemand één nuchtere waarde boven de 7 millimol per liter heeft, of een willekeurige waarde boven de 11,1, met daarbij klachten die passend zijn bij een hyperglycemie. Belangrijk om ons te realiseren dat we de diagnose dus vaststellen op basis van de glucosemeting. En dat we in principe een HbA1c-waarde hiervoor niet nodig hebben om de diagnose vast te stellen. Net als bij andere hart- en vaatziekten is het ook van belang om een risico-inventarisatie te maken. Bijvoorbeeld iemand met diabetes mellitus type 2 heeft ook frequent hypertensie of hypercholesterolemie. Deze moeten ook behandeld worden indien dat nodig is. Daarbij is het ook belangrijk om te controleren op diabetische nefropathie, bijvoorbeeld middels een EGFR of een albumine-creatinine ratio. Verder is het belangrijk om te kijken naar andere schade ten gevolge van de diabetes, zoals bijvoorbeeld retinopathie, waarbij we een fundoscopie binnen 3 maanden na het stellen van de diagnose maken. Verder is het belangrijk om kijken naar neuropathie middels het voetonderzoek, waarbij we onder andere kijken naar ulcera, sensibiliteit en pulsaties in de voeten. Nu we een beetje weten wat diabetes mellitus type 2 is, is het ook goed ons te realiseren wat ons therapeutisch doel is. Het primaire doel is immers het verlagen van het cardiovasculair risico, het voorkomen van micro- en macrovasculair lijden, waaronder hart- en vaatziekten, en het voorkomen van cardiovasculair overlijden. Dit is het allerbelangrijkste doel en dit doen we door middel van het verlagen van het glucose naar de streefwaarde. Dit doen we door leefstijladviezen en op medicamenteuze behandeling. Daarnaast is het dus ook goed om ons te realiseren dat er andere risicofactoren bij patiënten met diabetes mellitus type 2 spelen die we ook moeten aanpakken. Zoals bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, eventuele proteinurie of cholesterolverlaging. Als we nou gaan kijken naar waar we onze glucosewaarden naartoe moeten streven, dan kunnen we naar verschillende richtlijnen kijken. Er is een Verenso-richtlijn die zich met name richt op kwetsbare ouderen en een NAG-richtlijn die zich met name richt op een patiëntenpopulatie in de huisartsenzetting. Door deze twee richtlijnen op elkaar te stapelen, zien we ongeveer het volgende schema. Mocht een patiënt kwetsbaar zijn en een levensverwachting hebben lager dan 5 jaar of minder dan 5 jaar, dan streven we eigenlijk naar een HbA1c-waarde die gelijk staat of lager is dan 69 millimol per mol. Is iemand niet kwetsbaar en heeft iemand een levensverwachting langer dan 5 jaar, dan kijken we of iemand onder de 70 jaar is. Als dat het geval is, dan streven we naar een HbA1c-waarde onder de 53. Is iemand boven de 70 jaar en heeft iemand alleen leefstijladvisering of metformine monotherapie, dan streven we ook naar een HbA1c onder de 53. Heeft iemand aanvullende therapie, behoudens leefstijladvies en metformine,
dan vragen we ons af of iemand diabetes heeft en of dat wel langer is dan 10 jaar. Indien de diabetesduur kleiner is dan 10 jaar, dan streven we naar een HbA1c onder de 58. Is de diabetesduur ouder of langer dan 10 jaar, dan streven we naar een HbA1c van 64 of hoger. Of 64 en lager. Als u naar deze tabel of flowchart kijkt, is het ook goed te realiseren waarom deze streefwaarden zo zijn afgesproken. Kwetsbare patiënten en patiënten met een korte levensverwachting, daar zijn we niet zo strikt meer op de streefwaarden. Met name niet omdat eigenlijk de diabetescontrole het belangrijkste is voor de lange termijn. En mensen met een korte levensverwachting is deze een lange termijn niet zo aanwezig. En maken we ons met name druk over de korte termijn effecten. En die kunnen onder andere zijn een hypoglycemie. Patiënten jonger dan 70 jaar hebben nog een hele lange levensverwachting over het algemeen. En daarom streven we bij deze groep naar een lage HbA1c-waarde. Indien patiënten alleen leefstijladvies hebben of monotherapie alleen, dan streven we ook naar een HbA1c die laag is, onder de 53. Dit komt met name omdat deze patiënten geen hypoglycemie kunnen krijgen, omdat bij een leefstijladvies, tenzij het heel strikt is, of alleen metformine geen hypoglycemie kunnen krijgen. Indien iemand uitgebreidere therapieën heeft, dus waar iemand dan wel een hypoglycemie zou kunnen krijgen, dan willen we bij patiënten die ouder zijn dan 70, die dan ook niet zo'n hele lange levensverwachting meer hebben, willen we iets losser zijn in die streefwaarden. Vandaar dat dit schema zo is opgesteld. Als we gaan kijken naar de mogelijkheden, kijken we eerst naar de niet-medicamenteuze adviezen. Het belangrijkste is om informatie te geven over de ziekte, complicaties en eventuele prognose. Geeft de patiënt daarbij ook inzicht in een aantal aspecten, zoals bijvoorbeeld streefwaarden voor glycemische parameters, lipiden en bloeddruk, om iemand echt betrokken te laten worden bij de therapie. Zorg ook dat iemand een gezonde leefstijl aanstart en we proberen samen met de patiënt haalbare doelen voor het gewicht, het rookgedrag, lichaamsbeweging en medicatiebewouw op te stellen. Daarbij is het belangrijk om dagelijks de voeten te inspecteren en ook te zorgen voor passende schoeisel, zoals sokken, om eventueel het risico op een ulcus zo laag mogelijk te houden. Zorg ook voor regelmatige controles van glucose. Belangrijk om patiënten op de hoogte te brengen van eventuele signalen van een hyper- of een hypoglycemie en wat ze hiermee moeten doen. Ook zorgen dat patiënten indien ze ziek zijn, bijvoorbeeld met koorts, braken en rijzen, wat ze moeten doen met de behandeling. Daarbij is het ook eventueel belangrijk om de controle van de eigen bloedglucosewaarde in de handen van de patiënt te leggen. Laat hun verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen ziekte. Wanneer we kijken naar de effecten van niet-medicamenteuze behandelingen, kunnen we het volgende zien. We weten onder andere dat per kilo lichaamsgewicht die hoger is dan een BMI van 25, er ongeveer 0,2 millimol per mol reductie is per kilogram gewichtsreductie. Dus iemand die 10 kilo afvalt, zal 2 millimol per mol HbA1c-daling kunnen krijgen. Dat is alleen de effecten op de diabetesparameters. Daarbij moeten we dus ook nog de effecten voor bijvoorbeeld de bloeddruk, het cholesterol en de risicoreductie voor angina pectoris of andere hart- en vaatziekten meerekenen. Verder weten we ook dat het veranderen van voeding naar voeding met een lager glycemische index een lager HbA1c geeft. Kracht- en cardiotraining voor 9 maanden een belangrijk effect geeft op het HbA1c. En weten we ook dat het stoppen met roken in eerste instantie zorgt voor een toename van het HbA1c, maar na langdurig staken, langer dan 3 jaar, er tenminste een daling is van 3 millimol per mol. Ondanks de effecten op het HbA1c in het eerste jaar is het van uiterst belang om deze patiënten te laten stoppen met roken. Niet alleen voor de invloed op de glucose, maar met name voor het effect op het hart- en vaatziekte. Indien niet-medicamenteuze behandeling niet voldoende is, moeten we overgaan tot medicamenteuze behandeling. In een eerder college hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Deze 6 groepen worden in Nederland het meest voorgeschreven.
Bij het maken van een keuze of een argumentatie voor een antidiabeticum moeten we eigenlijk kijken naar twee belangrijke aspecten. In eerste instantie kijken we naar de effectiviteit, vervolgens kijken we naar de veiligheid en de geschiktheid van het geneesmiddel. Voor de effectiviteit moeten we ons een aantal afwegingen maken. De eerste afweging is om te kijken of een patiënt in een hoog of een zeer hoog cardiovasculair risico valt. De tweede afweging die we moeten maken is om te kijken of een patiënt kwetsbaar is, een levensverwachting heeft korter dan 5 jaar of een EGFR onder de 10 heeft. De derde afweging is om een juiste stappenplan bij de patiënt te kiezen en die op te hogen totdat het gewenste HbA1c bereikt is. Voor al deze afwegingen is het ook belangrijk om te kijken of het middel wat uit deze afweging naar voren komt veilig en geschikt is. Deze veiligheid en geschiktheid doen we aan de hand van de ABC-MIC. Waarbij de ABC-MIC staat voor controleren op de allergieën, de bijwerkingen, de contra-indicaties, milieuaspecten, interacties, kosten en de toedieningsvorm. Laten we deze afwegingen voor de effectiviteit eerst eens nader bekijken. De eerste afweging is eigenlijk om te kijken of er sprake is van een hoog of een zeer hoog cardiovasculair risico. Patiënten die in een zeer hoog cardiovasculair risico vallen ten aanzien van de diabetes zijn hieronder weergegeven. Grofweg is dat in te delen in 3 categorieën. De eerste categorie zijn patiënten met een eerder doorgemaakte hart- en vaatziekte. Dus dat zijn patiënten met bijvoorbeeld een acuut coronair syndroom, angina pectoris, coronaire revascularisatie, een TIA, ga zo maar door. De tweede categorie betreft patiënten met een chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico. Hierbij kijken we naar de combinatie tussen de EGFR en de ACR-ratio, de albumine-creatinine-ratio. De laatste categorie zijn de patiënten die bekend zijn met hartfalen, met een ejectiefractie minder dan 40%. Mocht de patiënt dus onder deze, in een van deze categorieën vallen, dan valt iemand in het zeer hoog cardiovasculair risico. Als iemand hier niet onder valt, dan valt iemand in een hoog cardiovasculair risico. De tweede afweging die je moet maken is om te kijken of een patiënt kwetsbaar is, een levensverwachting korter dan 5 jaar heeft of een EGFR onder de 10. Dit doen we omdat we rekening moeten houden met de voordelen, de lange termijn en de nadelen, namelijk de kosten en de bijwerkingen van de behandeling. Patiënten die kwetsbaar zijn en een levensverwachting korter dan 5 jaar en die vallen in het risico zeer hoog cardiovasculair risico, die gaan we niet behandelen volgens dit schema. Dit komt met name omdat deze patiënten, omdat deze geneesmiddelen met name zorgen dat iemand heel veel langer gaat leven. Dus de levensverwachting wordt veel langer. Aangezien deze patiënten die kwetsbaar zijn en een korte levensverwachting dat daar toch niet heel veel meer effect gaat komen, zien we dus af van behandeling middels dit schroomschema. Daarbij moeten we bij deze patiënten ook afzien van langwerkende SU-derivaten, omdat er een verhoogd risico is op een hypoglycemie. Dus patiënten die in afweging 1 in een zeer hoog cardiovasculair risico zijn gevallen, maar die kwetsbaar zijn of een levensverwachting hebben korter dan 5 jaar, behandelen we dus volgens het hoge risico. De derde afweging is eigenlijk het kiezen van het juiste stroomschema. Dus patiënten met een hoog cardiovasculair risico behandelen volgens de onderstaande stappen. Waarbij we starten met metformine, we eventueel een SU-derivaat toevoegen, waarbij de voorkeur ligt op gliclazide. We eventueel een langwerkend insuline, DPP-4-remmer of een GLP-1-agonist toevoegen. En als vierde eventueel de insulinetherapie intensiveren, waarbij we op het moment dat we dit doen meestal stoppen met de SU-derivaat. Dus indien iemand aan stap 4 is toegekomen, heeft iemand metformine, geen SU-derivaat, eventueel een DPP-4 of een GLP-1 en insuline. Als we iets meer gaan inzoomen op die derde stap, want daar zijn nog heel wat keuzes in te maken, zijn er een aantal afwegingen te maken. De keuze voor de insuline, de DPP-4-remmer of de GLP-1-agonist zijn ook onderhevig aan afspraken met de zorgverzekeraar.
En daarbij zeggen we dat eigenlijk patiënten met een BMI onder de 30 kg per vierkante meter, dus een BMI onder de 30, eigenlijk een DPP4-remmer zouden moeten krijgen. Patiënten met een BMI tussen de 30 en de 35 kunnen een DPP4-remmer of een GLP-1-agonist, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste en de tweede keus. En bij patiënten met een BMI boven de 35 wordt er als eerste gekozen voor een GLP-1-agonist. De reden hiervoor is dat bij de GLP-1-agonist er aanwijzingen zijn dat iemand afvalt en bij de DPP4-remmer eigenlijk niet. Er moet één opmerking gemaakt worden. Indien het is eigenlijk niet aangeraden om een DPP4-remmer of een GLP-1-agonist te starten indien iemand een HbA1c heeft dat hoger is dan 15 millimol per mol boven de streefwaarde. Dit heeft er met name mee te maken omdat deze middelen dan deze patiënten niet onder de streefwaarde zullen krijgen. En op dit moment wordt dat dan nog niet vergoed. Daarbij moet ook gezegd worden, indien iemand een DPP4 of een GLP-1-agonist gaat krijgen en de HbA1c-daling is minder dan 5 millimol per mol na 6 maanden, dan dient het geneesmiddel ook gestopt te worden en dient iemand over te gaan naar insuline. Laten we nog eens teruggaan naar die afweging 3. Dus indien iemand een hoog cardiovasculair risico heeft, dan dient iemand te behandeld te worden via het stroomschema aan de linkerkant. Indien iemand een zeer hoog cardiovasculair risico heeft, dan dient iemand behandeld te worden volgens het tweede stroomschema. Waarbij we beginnen met een SGLT2-remmer. Indien daar een contraindicatie voor bestaat, starten we met een GLP-1-agonist. Voegen we eventueel metformine toe. Voegen we eventueel daaraan weer een GLP-1-agonist toe. En stap 4 is eventueel een later middel, SU-derivaat, DPP4 of insuline toe te voegen. De reden voor dit onderscheid heeft meerdere redenen. In eerste instantie heeft het als reden dat patiënten die vallen onder een zeer hoog cardiovasculair risico, een zeer hoog risico hebben om weer een cardiovasculair event door te maken. En de middelen die vallen in dit stappenplan, die zorgen er met name voor dat de kans op een nieuwe hart- en vaatziekte verlaagd wordt. De middelen uit de linkercategorie, met name de metformine en de SU-derivaten, hebben minder effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten en zijn meer gerelateerd aan het verlagen van glucose en HbA1c. Als we dan kijken naar de effectiviteit van deze middelen, kunnen we ongeveer het volgende zeggen. De metformine geeft ongeveer een daling van het HbA1c tot 11 millimol per mol. SU-derivaten in maximale dosering kunnen tot maximaal 19 millimol per mol bereiken. SGLT2-remmers veel minder HbA1c-daling. Maar daarbij moet wel gezegd worden dat er een veel lager risico is op hart- en vaatziekten. Bij GLP-1-agonisten zien we ongeveer een maximale daling van 18. Bij DPP4-remmers is dit significant verlaagd tot ongeveer 9. En insulines kan je het zo gek mogelijk maken, afhankelijk van hoeveel insulines je spuit. Afhankelijk van de stap die gekozen is, of voor de behandeling die gekozen is, is het voor alle middelen belangrijk om te kijken of het middel veilig en geschikt is. Bij de biguanide, dus de metformine, moeten we bijvoorbeeld kijken naar contraindicaties, bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen zijn, en moeten we letten op de diarree en de lactaatacidose. Bij de SU-derivaten moeten we goed letten op hypoglycemie en eventueel de gewichtstoename als bijwerking. En moeten we vooral opletten op de niet-selectieve beta-blokkers, omdat die kunnen interacteren met deze middelen. SGLT2-remmers weten we van dat die gecontraindiceerd zijn bij een EGFR onder de 45. Dat is namelijk de werking van de SGLT2-remmers voor diabetes verminderd. En weten we dat er bijwerkingen zijn, bijvoorbeeld recidiverende genitale infecties en een diabetische ketoacidose. Met name de euglycemische diabetische ketoacidose, waar we op moeten letten. Bij de GLP-1-agonisten moeten we met name letten op aanhoudende GI-klachten, gastrointestinale klachten. Zijn we bij de interacties met name moeten we opletten dat de maaglediging vertraagt, waardoor ook de absorptie van andere geneesmiddelen verlaagd wordt. En geven we deze middelen met name subcutaan, waardoor de toedieningsvorm voor sommige patiënten die naaldenangst hebben, minder makkelijk wordt. Bij DPP4-remmers moeten we eventueel nog opletten op een voorgeschiedenis van pancreatitis.
En bij insulines moeten we opletten op de hypoglycemie en de gewichtstoename ten gevolge van deze middelen. Ook deze middelen zijn met name subcutaan, wat het voor sommige patiënten minder makkelijk maakt. Op basis van deze eigenschappen en eventueel additionele die patiëntgerelateerd zijn, maken we een afweging of het geneesmiddel veilig en of geschikt is. Hoe zit het nou met patiënten die al zijn behandeld volgens een eerdere richtlijn? Patiënten die dus gaan van een hoog naar een zeer hoog risico, of van een eerdere richtlijn naar deze richtlijn, dan moeten we de medicatie eventueel aanpassen. En dan wordt er aangeraden te starten met bijvoorbeeld een SGLT2-remmer, indien de HbA1c hoger is dan 53 millimol per mol. Echter, het bijstarten van de SGLT2-remmer zou ervoor kunnen leiden dat dit HbA1c sterk verlaagt. En daarom geven we bij patiënten die een HbA1c hebben onder de 64, dan moeten we andere geneesmiddelen of antidiabetica verlagen. Dus een patiënt die een HbA1c heeft van bijvoorbeeld 58, die zouden we een SGLT2-remmer moeten starten. Maar omdat die HbA1c onder de 64 is, zouden we eerdere geneesmiddelen, bijvoorbeeld glycoside, moeten halveren, moeten we insuline stoppen of verlagen. De vijfde stap van de diabetesbehandeling betreft namelijk de informatievoorziening. Daarbij is het belangrijk om bij elk consult aandacht te besteden aan het belang van de leefstijl. Dit is immers de allerbelangrijkste behandeling bij de diabetes. Bespreek daarbij wat je moet doen bij dreigende dehydratie, ernstige diarree, braken of koorts, gezien de kans op hypoglycemie of hyperglycemie. Daarbij is het ook belangrijk om in het bijzonder bij SGLT2-remmers op te letten bij patiënten die vasten of aan de Ramadan doen. Bij deze combinatie SGLT2-remmers en vasten is er namelijk een verhoogd risico op een euglycemische diabetische ketoacidose en kunnen er eventueel wijzigingen in het beleid nodig zijn. De laatste stap is belangrijk en daarbij moeten we eigenlijk controleren en de monitoring toepassen voor de diabetesbehandeling. Daarbij is het belangrijk om na 2 weken van de behandeling te controleren op bijwerkingen, eventueel de behandeling elke 2 tot 4 weken op te hogen aan de hand van de nuchtere glucosewaarde. Is het belangrijk om elke 3 maanden te controleren op de aanwezigheid van hypo- of hyperglycemie, problemen met de voeding en het gebruik van de medicatie. Is het belangrijk om de lichaamsgewicht, bloeddruk, voeten en nuchtere glucosewaarde in de gaten te houden. En is het ook belangrijk om tenminste jaarlijks het HbA1c, het serum creatinine, de EGFR en de kalium te bepalen. Ik hoop u in de afgelopen dia's het een en ander te hebben verteld over het maken van een rationele keuze bij antidiabetica. Ik hoop u in de volgende delen nogmaals te horen. Fijne dag!